Sport is voor mij plezier in bewegen, maar ook plezier in de beste worden. De beste versie worden van mezelf. Hallo, hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, en nu mijn elleboog geven. Leuk dat jullie er vandaag zijn. Hopelijk kunnen we wat van elkaar leren vandaag. Judo is voor mij heel belangrijk geweest. Het heeft mij vanuit een moeilijke situatie doen overleven. Het houdt niet op bij sport. Als je judoot, dan leer jij dingen die je de rest van je leven ook mee kan nemen. Jouw levenskwaliteit letterlijk kunnen verbeteren op allerlei vlakken. Wat doet judo met jullie? Voor mij was het heel belangrijk, want toen ik ging judoen, dat ik het respect terugvond van sterk en onafhankelijk, werd je ineens in een andere positie gedwongen omdat ik blind was geworden. Ik ben wel mijn zicht kwijtgeraakt, maar niet wie ik ben. Dus mijn affiniteit met sport is gebleven. En het judo heeft mij wel weer laten participeren in de maatschappij weer. Je hebt ook een 80er uitstraling. Is dat iets wat je altijd hebt gehad? Of is dat iets wat judo jou heeft gegeven? Nou, allebei wel, denk ik. Ja. Maar het is wel wat judo heeft versterkt. Ook in mijn zelfvertrouwen en zo. Wow! Koreaanse serie in de game. Ook praktisch. Het is makkelijk als je goed kan leren vallen. Ja. Oké, lekker. Hoe voelde jij je de eerste keer dat jij weer op de judomat stond, toen jij minder zicht had? Veel angst. Ik had gejudo'd op wedstrijdniveau toen. Dus ik weet hoe hard en hoe snel alles komt. Langzaam ging mijn zelfvertrouwen omhoog via die positieve feedback van mijn trainer en mensen om mij heen. Die gaf mij een beetje motivatie om nog verder te gaan. Ik vind het heel erg fijn om deze mannen te kunnen helpen, omdat nu ze blind zijn of slechtziend zijn, dat het dan niet klaar is. En dat ze gewoon ook nog kansen krijgen om toch lekker met elkaar bezig te zijn. Dat je ook ambitieus kunt zijn, dat je naar een hoger niveau wil gaan werken en het beste uit jezelf haalt. En zij moeten ook gewoon heel veel meer voelen. Doe maar eens je ogen dicht als je aan het sparren bent en dan voelen, hé, hoe voelt iemand? Dan word je echt ook een veel betere judoka van. Er is ook een soort van Japanse gezegde dat als een judoka niet voelbaar is tijdens het pakkingseffect, dat vaak de judoka's zijn waar je echt voor moet oppassen. Ja. Want die kunnen vanuit ontspanning, kunnen ze in één keer een fantastische worp uitvoeren. In plaats van de judoka's die constant onder hoogspanning staan en daarmee projecteren wat ze eigenlijk willen gaan doen. Gevoel is wel blijft een heel belangrijk onderdeel binnen het judo. Sport geeft me heel veel plezier en het helpt me mijn grenzen te verleggen. Sport is vrijheid voor mij. Leven is sport. Sport is leven. Wat doet sport met jou? Laat het weten via nationalesportweek.nl.